Oké. En lekker een eerste rijles met Twan en Vivienne. Vivienne heb al vaker achterop gezeten. En nou zegt ze, nou ga ik zelf rijden. En ik heb ook Twan bij me uit Arkel. En Twan die heb ik wel eens gezien op oldtimer toertochtjes. Daar reed hij met zijn vader allebei op een Kreidler. Jazeker, uit 1970. Dit is Twan. En ook Twan heb ik even gezet op de Kawasaki Z125. Het was toch weer anderhalf jaar geleden ook dat hij op de Kreidler heeft gereden. Dus er moest weer even inkomen. Ik zeg eerst even stoer leren kijken op die 125cc. En dan gaat hij over naar een van die andere fietsjes. Hè? Dit is de A2 fiets. Dat is voor de 20-jarige. En ja, dan gaat hij natuurlijk over naar de Z650. En dat geldt ook voor Vivienne. De instructeurs volgmotor, Kawasaki Z650, 650, 650, ER6N. Ja, dat is leuk. Het is even donker. Ik ga even kijken of we ze kunnen spreken. Ja hoor, daar komen ze. Wat donker. Twan, die zet hem hier stil. Klik. Ja. Hey Twan. Hey. Jij mag. Nu naar de derde versnelling. Oké, mooi. Het is donker, hè? Ja, dat wel. En jij mag nu wegrijden, 1, 2, 3. En steeds ook weer even hier even stoppen. Oké. Ja? Mooi man. Wow, gaat ie goed? Ja, zeker. Leuk. Ja, dat is Vivienne. Het is een beetje donker, maar ja, daar staat ze. Oh, ze gaat weer weg. Dat maakt niet uit. Ik wou iets leuks zeggen tegen jou. Mag dat? Ja, zeker. Dat het goed gaat en dat we ze twee gaan pakken. Oké. Ik leg het even uit, dan gaan we zo meteen nog even kijken. Ja, uitgelegd. Daar gaat ze. Vivienne gaat 1 en 2. En dit is Twan. Klik, klik. Klaar. Ja. Dus in de uitrolfase, in de remfase, pak je de koppeling, klik, klik, rechterbeen. Ja? Okay. Dus dan heb je al geschakeld eigenlijk, klik, klik, en dan pas je rechterbeen aan de grond. Heb je hem al in neutraal als je stilstaat? Of is... Nee, neutraal kan je niks mee doen. Ik wil ook niet dat je ze neutraal pakt. Nee, want ik heb hem elke keer nog aan de zee. Niet doen. Nee, het is neutraal ga je vanzelf voorbij, hè? Ja. Ja, dan moet je niks meer doen. Alleen maar als je klaar bent met de rijles. Dan zet je mensen neutraal en zijn we gestopt. Altijd ze één houden. Ja, dus de neutraal handje, die gaat alleen aan als je klaar bent met de rijles eigenlijk. Want we houden hem altijd in zijn versnelling, hè? Yes. Zeg maar, hè? Ging het een beetje? Ja, op zich wel. Goed zo. Ik hoorde je wel een beetje loeien, ja. Althans de motor. Ja, de motor. Omdat je je gas niet dicht draaide bij het opschakelen. Nee. Dus als jij gaat schakelen, is het gas dicht, ja. Koppeling in en dan de klik naar 2. Nog een keer. Eerst geluid. Handen klik 2. Deze was goed. Juist. En dan zie je het wel, dat als jij de snelheidsafhankelijk klik, klik, dat het dan in één keer lekker gaat lopen. Ja. Mooi, nog een keer. Je moet de koppeling even iets rustiger loslaten. Want ik ga iets... Ja. Easy mode. Ja, die twee die komen er wel. Vivienne nu in 2, zometeen pak ik 3. Ik sluit af.